Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een actieve depressie die precies over ons land heen trekt. Daardoor staat er niet al te veel wind, gek genoeg. Maar er trekken wel stevige buien over het land vanuit het westen. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land daar trekken de meeste buien overheen. Kan flink wat regen vallen, kan ook onweer bij zitten. En bij buien boven het IJsselmeer, Markenmeer en de Waddenzee, daar komen ook een paar buien voor, daar kan een waterhoos voorkomen. Het wordt vandaag niet warmer dan 18 of 19 graden. En zeker in het oosten is veel bewolking. In het westen is iets meer ruimte voor de zon. Ook vanavond hebben we nog steeds met buien te maken. Halverwege de avond is het een graad of 17. Dan morgen. In eerste instantie nog buien die over het land trekken. Maar in de middag wordt het steeds meer droog en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige noordwestenwind. Op woensdag dan is het grotendeels droog. In de avond volgen pas weer buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Op donderdag en vrijdag komen er weer meer buien voor, ook overdag. Met tussendoor wat zon en een middagtemperatuur rond de 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.